mijn vrienden, maar merk dat ze vervelend is. Ze moet tijdens mijn besluimeringen of beslommeringen, ik weet niet wat er precies waren, zijn uitgestapt. In elk geval moet ik beter opletten als ik iets wil zien. Als ik echt iets aan mijn vakantie wil hebben. Ik sta even op en steek mijn licht op bij de chauffeur. Ik zie naar de Boerhavenstraat. Borgerocco, zegt de man. Dat vind ik wel een erg vreemde naam voor een Vlaamse stad. Vreemde lui ook in de straten en op het plein dat zich bekend maakt als Groningenplein. En waar ik kort maar intens een majestueus gebouw bewonder. Maar goed, we rijden maar en we rijden maar. Tot er plots een verschrikkelijke schok van herkenning komt. Wat dit is, weet ik maar al te goed. Starrenberg. Ik sluit de ogen en ik probeer niet te denken aan de zwarte tijd. Ik knijp mijn ogen heel hard dicht en begin loeiluid in mezelf een liedje te zingen waarvan ik nu de melodie vergeten ben, maar van de woorden luiden: mijn liefje, wat heb je me aangedaan? Als ik uitgezongen ben en de ogen weer open, doemt een reusachtige vlakte voor me op. Ik wil de chauffeur niet meer lastig vallen en informeer zo goed en zo kwaad als ik kan. Ik bedoel, in mijn beste Turks, op de achterbank. De reusachtige, onoverzienbare vlakte blijkt Xinjiang's Plain te heten. En ik bedenk weer maar eens wat je toch niet allemaal ziet als je zo met rollercoaster 34 met vakantie gaat. Wat zal ik straks allemaal niet te vertellen hebben? Maar je wordt er natuurlijk wel moe van. Komt het nu door de hitte? Komt het door de immense veelheid aan indrukken? Komt het doordat ik het niet gewend ben om met vakantie te gaan? Ik weet het niet. Ik voel plots kilo's lood op mijn oogleden. En wat er precies gebeurt, weet ik niet. Maar als het lood verdwijnt en ik de ogen zijn moeizaam weer kan openen, rijden we voorbij een reusachtig pretpark. Op alweer een reusachtig plein. We zullen godverdomme toch niet in Bobbejaan aanbeland zijn? De chauffeur stelt mij gerust. Sing ze voor, deelt hij me mee. Vriendelijk als chauffeurs van de rollercoasters horen te zijn. Al heb ik het hem dan zelf ook heel erg beleefd gevraagd. Niet veel later gaat die vent een kwartier stilstaan met zijn bus en een sigaret roken op wat van zichzelf komt doet als Bolivarplaats. En zeker omdat mijn enige panorama bestaat uit Café de Tweede Ziet, verveel ik mij hier stierlijk. Ook al omdat er niemand meer in de bus zit en ik mij daardoor een beetje eenzaam voel. Niemand meer om bij te informeren, om een praatje mee te slaan misschien, om een ogenblikje anonieme forfaitaire intimiteit mee te delen. Maar goed, ik wil niet beginnen te zeuren. Ik ben tenslotte met vakantie. En we zijn, en weg zijn we uiteindelijk toch alweer. Rij, kom, rij met mij. En dan gebeurt er plots iets verschrikkelijks, eigenaardigs. Plots ben ik God beter thuis. In God beter klein Constantinopel, waar mijn huis is. In mijn huis, mijn gastkamer. De wildste emoties grijpen om zich heen. Weg hier, als de bliksem, weg hier. Rij. Vlieg toch verder, man. Vlieg hier toch weg. Als door de Heer der Heerscharen in mijn blikveld geplaatst, duikt dan ineens gelukkig de toren van de Sint-Laurentiuskerk weer op. Oefa. Het was met de vakantie dan. Bij de kruidenier naast pa en ma koop ik van mijn laatste 10 frank 5 zure dropjes. Sommige lui gaan wel eten in snackbars of zo. En ik vind dat ik ook wel eens iets mag hebben. Als ik weer binnenkom in de woonkamer van pa en ma, zit ma nog steeds op de sofa te lezen in Isabel Allende. Ze zegt, en? Hoe was de reis? Ik zeg, heel interessant, maar soms nogal verwarrend.